afgelopen jaren veel aandacht voor het belang van openbaar vervoer en voor deelmobiliteit. He, dat gaat ook weer over de klimaatdoelen. Toch rijden er in Nederland, ik heb hier een cijfer voor me, sinds afgelopen jaar 180.000 auto's meer. Allemaal cijfers van BOVAG. Op 1 januari reden de 9 miljoen personen auto's. Volgens mij, ik zag ook ergens in 2030, 10 miljoen. Dat is gigantisch, dat gaat gewoon door. Je ziet met name uit de groene hoek, om het zo maar even te noemen, wordt dat steeds... laat ik het niet al te serieus genomen. Wordt er gezegd, nee, het gaat minder. Maar is dat dan framing als je zegt, op termijn wordt het minder? Want de harde cijfers tonen aan, in 2030 10 miljoen. Nee, dat weet je niet. Het is wel zo dat er per auto minder kilometers gemaakt worden. Dus daar zit wel een nuance in. Het betekent niet dat al die 10 miljoen auto's straks ook evenveel kilometers maken als de miljoenen auto's die we nu op de weg hebben. Je ziet dat het aantal kilometers per auto ook aan het dalen is. Dus wat dat betreft is daar nog wel een nuance aan te brengen. Maar dat het groeit. Nou, we hebben een enorme groei gezien in de coronatijd. Hè? Dat je eigenlijk niet meer, mensen wilden niet meer in het openbaar vervoer. Het was allemaal moeilijk met je mondkapje op. Terwijl in je eigen auto kon je gewoon lekker jezelf zijn. Hè? Hoef je niet zo'n kriebelend mondkapje op. Dus heel veel mensen die normaal... Geen angst voor besmetting ook. Nee, precies. En mensen die normaal met het openbaar vervoer naar kantoor gingen of elders, die hebben toen een auto gekocht, vaak een occasion. En die hebben ook wel gezien, ja, als ik nou die auto heb, dan ga ik hem ook maar gebruiken ook. Ja. Die zijn niet meer terug, een deel is niet meer teruggegaan naar het openbaar vervoer. Nee, maar dan nog, je zou bijna zeggen het goede nieuws, vanuit groen opzicht, dat ze wel minder kilometers daarmee rijden. Ja, maar dan nog wel meer auto's. Je, onze bevolking groeit ook nog steeds. En die mensen willen graag een auto. Ik heb het ook, je had het net over het leidinggevende. Hè? We hebben hier bij BNR een hele jonge redactie, best wel. Zeker. En dat is heel leuk, dat houdt ons ook jong. Zeker. Ik heb als leidinggevende, toen ik in de hoofdredactie zat van dit prachtige station, heb ik heel vaak gemerkt dat wij jonge mensen van de school voor journalistiek of van de universiteit haalden. Die begonnen hier dan hun carrière. Super gedreven mensen. En die kwamen dan heel vaak vanuit Utrecht of een andere stad eerst met het openbaar vervoer. En na een jaar of twee, als we ze dan een vast contract gaven bijvoorbeeld, kwamen ze op een gegeven moment naar me toe. Ja, Meinert, ja, ik zit er toch over na te denken om een auto te kopen. Want die trein, ik word er helemaal gek van. Ja. Dus het is ook niet zo dat jongeren geen auto meer willen hebben. Dat soort frames hoor je vaak. En dat zijn vaak mensen die zelf op dat moment studerende kinderen hebben. Ja. Ik kan je vertellen, Paul, in mijn tijd toen ik student was, had ik ook geen auto. Het was onbetaalbaar. Op een gegeven moment ga je meer geld verdienen, kun je een auto veroorloven en dan zie je de voordelen van een auto. Ja, op zo'n tweede ten opzichte van heel veel andere dingen. Want alle andere mobiliteitsoplossingen hebben beperkingen ten opzichte van een auto. Ja, en dit is toch interessant dat je dit zegt. Hè? Omdat inderdaad de framing ook vaak hier anders is. En dat hangt er even een beetje vanaf in welke bubbel je zit. Want op een gegeven moment ging het dan over de deelauto. En met name de jongeren waar jij het over hebt, hè, die dan bij jou kwamen naar het vast contract. Ja. En ik zag dat ook allemaal gebeuren. En dan denk je, zie je, dat willen ze uiteindelijk. Hoe ze ook dachten, de meesten. Maar die hadden het niet over deelauto's. Nee, en ik geloof ook niet zo heel erg in de toekomst van deelmobiliteit, hoor. Want tot nu toe is het ontzettend marginaal. Je ziet gewoon dat mensen daar eigenlijk heel weinig gebruik van willen maken. Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld over een deelauto voor je buurt, hè. Maar ik denk altijd van ja, als mijn buurman mij vraagt of hij mijn auto mag lenen, dan mag hij hem gewoon lenen. Ja, dat is geen enkel probleem. Daarvoor hoeven wij niet een deelauto in de straat. En daar is het mee, hè? Dus ik bedoel, dat gebeurt ook echt. Ja, ik verwacht zo wel een appje van hem. Dus. Nee, maar dat is inderdaad, dat je denkt, dat moeten we allemaal voor mensen regelen. Dat regel je zelf met elkaar wel. Maar heb je enig idee hoe dat zit in die wereld van die deeltijdauto's? Want er zijn natuurlijk steeds nieuwe bedrijven die daar ook weer de deuren openen. Nou ja, ze zijn in ontwikkeling en ze doen echt wel hun best. Hè? En het biedt ook voor een groep mensen biedt het echt wel een oplossing. Maar vaak is dat wel incidenteel. Kijk naar een stad als Amsterdam. Iedereen hier heeft een fiets. Toch? Bijna iedereen heeft een fiets. Ja. Waarom zou je dan nog een ander deel fiets moeten hebben? Of je moet swapfiets ook onder deel fietsen. Maar dat zijn toch fietsen die mensen gewoon eigenlijk een abonnementje op een fiets hebben. Dat is misschien niet hun eigendom, maar ze hebben gewoon een abonnementje. Ja, dat kan wel. Hè? Dus eigendom officieel zal wel misschien wel wat verminderen. Maar ik geloof heel weinig in dat deel gebeuren. Nee, je merkt ook, denk ik, als je met mensen gewoon doorvraagt en ze zijn gerecht geraakt in die auto, dan is het ook mijn auto. Dus het is je tweede huisje en het is van jezelf. Dat zijn verschillende, want je hebt nog gewoon de deelauto-aanbieders, Greenwheels bijvoorbeeld.
Die zijn niet in eigendom van particulieren, die auto's dan. Die gedeeld worden, dat is voor een bepaalde groep mensen is dat interessant. Hè? Dat is vooral mensen die heel bewust geen auto hebben en af en toe een auto nodig hebben, kan dat prima interessant zijn. Maar dat is echt een hele kleine groep mensen. Andere is dat je je eigen auto gaat delen. En het argument wordt dan altijd gezegd, ja, 90% van je tijd staat je auto stil. Ja, dat klopt. Ja. Maar waarom, moet je je afvragen waarom die stilstaat? Omdat je dan geen auto nodig hebt. En heel veel van die andere mensen, want anders zouden we ook niet in die file staan, hebben op dat moment ook die auto niet nodig. Nee, dat wordt inderdaad heel vaak verkeerd gezien. Ja, dat we allemaal op heel andere tijden die auto hebben, dat het makkelijk kan, dat leidt alleen maar tot gezeur. Maar gezeur leidt ook bij die autobezitters. En dat zijn in 2030 2 miljoen. Dat leidt ook door de blik te richten naar parkeertarieven. Naar autoluur binnensteden, naar wegenbelasting omhoog. En dan is op verjaardagsfeestjes toch een mooi item. Kijk eens even, autootje pesten. Ja, nee, ja, zeker. Zeker. En weet je, er zijn genoeg steden waarvan ik denk van, nou, ik ga er echt niet meer met de auto naartoe. Amsterdam is er een van. In principe, ja, hier bij BNR kan ik rustig in de parkeergarage staan. Nou, ja, je dacht ook, die maatregel wordt dan niet gehandhaafd. Wordt er ook nog eens bijgezegd. Dat was ook wel geestig. Ja. Maar 30 kilometer rijden, niet harder. Dat helpt wel in de zin van minder auto's, als je dat wil. Maar dus, het is voor mensen niet prettig om de stad. Maar nog steeds is het 30 kilometer echt helpt om minder auto's te hebben. Ik vraag me ook af of het de verkeersveiligheid gaat bevorderen, maar dat zullen we allemaal in de toekomst moeten zien. Waarom vraag je dat laatste? Nou, omdat uiteindelijk ga je veel meer de elektrische fietsen en auto's door elkaar zien. Hè. Ze zijn hier in Amsterdam al met een proef bezig met elektrische fietsen die harder dan 25 kunnen mogen dan op gebieden op de openbare weg. Dus je krijgt auto's en fietsen door elkaar. Nou, ik heb laatst een speedpedelec getest en ik wist sowieso niet zo goed waar ik dan op het fietspad moest of waar ik dan op de weg moest. Dat vond ik al vrij lastig, maar je voelt je ook niet prettig als fietser tussen auto's. Nee, daar zijn ook inderdaad heel veel vervelende berichten over. Wat we zien is dat sowieso de meeste verkeersongelukken gebeuren op dit moment op 30 kilometer per uur wegen. Dus als jij nu wethouder zou zijn, dan zou jij nooit zeggen 30 kilometer als maximum snelheid. Nou, dat weet ik niet. Alleen de infrastructuur, altijd bij snelheid is infrastructuur ongelooflijk belangrijk. Als jij op een weg die is ingericht als 70 kilometer per uur weg, als je daar gewoon bordjes zet 50, dan gaan heel weinig mensen daar 50 rijden. Want het moet een logische snelheid bij die logische. Die snelheid en die weg moeten logisch een verband met elkaar hebben. Alleen dan gaan mensen zich eraan houden. En op het moment dat die logica er niet is, wordt dat heel lastig. Dan nog even over de logica waar we het net over hadden, namelijk de logica van het deeltijdrijden. Want door die argumenten van jou was ik bijna om, tot ik zag dat hier ook nog een onderzoekje is van ANWB Zakelijk. Ja. En jij natuurlijk ook allemaal. Ja. Die verwachten, ook van eind april, hè, ze verwachten dat 8 op de 10 ondernemingen uiteindelijk overstapt op gedeelde vervoersmiddelen, auto's, fietsen, scooters, bakfietsen. Ja. Ja. En dat realistisch is. 8 op de 10. Ja, dat zou best kunnen dat werkgevers dat willen, hè, omdat ze verwachten. En ik vind bij dit soort onderzoeken vind ik toch altijd het verschil tussen je verwachting uit en het daadwerkelijk doen. Daar zit een grote wereld van verschil in. Hè? Wat verwacht jij in de komende 10 jaar als je een auto koopt dat die dan elektrisch is? Ja, nee, dat zijn hele lastige dingen. Ik zou kunnen zeggen ja, maar of het ook echt daadwerkelijk gebeurt is nog maar de vraag.